Maandag 8 juni waren we te gast in de Stadsgalerij in Breda. Daar was een mooie expositie van Schildersclub Ruisbergen. Vandaag dinsdag 9 juni zijn we in de Koutershof Ruisbergen, want we willen natuurlijk wel weten wie die mooie schilderijen maakt en hoe ze worden gemaakt. Bij mij Corrie Evers, de lerares van al die mooie schilderwerken. Corrie, welkom. Leuk dat je met ons even een babbeltje wil maken. Hoe lang schilder jij zelf al? Nou, van mijn prille jeugd. Ik was 4 jaar, toen begon ik al met een passer, een anilinepotlood, allerlei tekeningen te maken. Ik heb eigenlijk altijd getekend. En jouw eigenlijke schildersopleiding, waar heb je die genoten? Ik heb geen echte schildersopleiding genoten. Ik wilde graag naar de Sint-Joost, de kunstacademie. En mijn ouders zeiden, daar kun je geen droogbrood mee verdienen. En je tekent en schildert toch wel. En ja, dat is eigenlijk zo. Ik heb altijd decors geschilderd en van alles. Ik heb wel een tekenakte gehaald. En ik heb voor het onderwijs heel veel teken- en schildercursussen gegeven. Ook reclame tekenen, etaleren. Dus wel heel veel creatief bezig. Eigenlijk altijd creatief bezig. Je hebt hier 6 jaar geleden schildersgroep Sundert Ruisbergen opgericht. En hoeveel leden heb je momenteel? Op het ogenblik zijn het er 38. Het zijn 3 groepen van ongeveer 13. Ja, het blijft eigenlijk lopen. Ik heb ook een wachtlijstje, dus ja, het loopt eigenlijk gewoon door. Maar 3 groepen vind ik eigenlijk al genoeg, want het is best een massaal iets als je zoveel groepen gaat krijgen. Dus ik hou het gewoon bij deze groepen. En we hebben gisteren dan de Stadsgalerij bezocht. Hele mooie locatie. Daar komen de werken heel mooi tot recht. Kan iedereen daar altijd zomaar exposeren? Nou, je kunt daar natuurlijk de ruimte huren en er wordt eigenlijk niet geballotteerd. En als je dan gaat huren en ja, je bent het niet waard, zeg maar, tussen aanhalingstekens, dan kom je jezelf tegen, hè? En dan zo'n les, het is nou dinsdagmiddag, van 2:30 tot 3:30 les. Krijgen de mensen dan een opdracht of mogen ze gewoon vrij schilderen dat jij het nakijkt of behandelt? Of krijgen ze opdracht? Nou, het is zo, wij werken in principe vrij. Maar als mensen binnenkomen, ja, dan kun je ze geen vrijheid geven, want ze kennen het vak nog niet. Ik vind dat je een vak moet leren. Dus daar heb ik wel een paar gerichte opdrachten. Bijvoorbeeld het Begijnhof in Breda is een van de beginopdrachten. En die hangen ook allemaal aan de Stadsgalerij, heb je misschien gezien. Waar ligt jouw voorkeur voor schilderen, voor technieken? Ja, vooral aquarelleren. Ja, aquarelleren is moeilijk, want het is heel erg definitief. 1 penseelstreek kun je niet meer verbeteren. Maar het is wel zo, als je dat dan met een beetje zelfverzekerdheid kunt doen en met prachtige kleuren kunt werken, dat het echt zo uitvloeit, krijg je zulke mooie resultaten. Het heeft zo'n spanning om het te doen. En het is onvervangbaar. Je kunt ook nooit 2 keer op dezelfde bloem maken. En zelf schilder je ook veel abstracte dingen, heb ik gezien op de tentoonstelling. Ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook, ja, ik vind het ook wel leuk om te doen, een uitdaging natuurlijk. Maar ik vind ook, alles wat ik begeleid, moet ik ook laten zien. Hartelijk dank en heel veel succes met de leuke hobby. Een van de leerlingen van Corrie Eversweep is Rien van Steen. Rien, welkom. Fijn dat je met ons even een babbeltje wil maken. Waarom ben jij gaan schilderen? Ik ben gaan schilderen omdat, ja, dat heeft altijd bij mij geleefd. Ik was alleen maar met tuinieren bezig en op een gegeven moment wilde ik toch wel iets anders erbij. Nou, vandaar dat toen die cursus zich, dat ik last van die cursus, ben ik dus lid geworden en het beval me geweldig. Is het ook zo dat Corrie tegen jou bijvoorbeeld zegt van, goh Rien, dan moet je dit eens proberen, dan moet je dat eens proberen, of is dat gewoon helemaal jouw eigen keuze? Het is onze eigen keus, maar ze stimuleert wel en ze probeert van alles en nog wat aan te dragen. En in de hoop dat sommige mensen daar iets mee kunnen. Cecile Maas, een van de cursisten van Corrie. Je bent bezig met een aquarel, vlinders. Gisteren zag ik van jou in de Stadsgalerij een prachtig schilderij van Maasai-vrouwen. Hoe kom je tot zo'n onderwerp? Ben je zelf in Afrika geweest? Nee, ik ben er nooit geweest. Het is vooral het kleurrijke van die mensen die me dan aanspreekt. En dan kwam ik toevallig een afbeelding tegen met de Maasai-vrouwen. En zodoende ben ik eigenlijk ertoe gekomen om dat te schilderen. En wat voor verf heb je daarvoor gebruikt? Dat is met acrylverf geschilderd. Doe eens een schatting hoeveel uurtjes erin zitten? Dat is heel moeilijk in uren uit te drukken. Er zijn er in ieder geval heel veel geweest. Nou, heel veel succes met je verdere technieken. Dit wordt ook weer heel mooi, die vlinders. Ja, veel succes. Dankjewel.